welkom bij deze nieuwe Minecraft Survival. Vandaag ben ik in mijn eentje. Ja, dat is ook voor het eerst eigenlijk. En ik wou de aflevering eigenlijk beginnen met een mining challenge. En ik zie dat mijn geluid een beetje hard staat. Ik ga het even wat zachter zetten. En ik hoor een zombie aankomen. Weg jij. Hoppakee. Zo. Dus ik wou beginnen met een mining challenge. Ik ga gewoon een half uurtje minen. Dan maak ik een montage van en dan zullen jullie dat. Ik heb twee pickaxen erdoor gewerkt. En hier zit nog wat lapis, wat ik eigenlijk wel eventjes wil minen. Dus ik ga nog eventjes een keertje een pickaxe maken. Ik heb een crafting knife nodig, maar ik heb ook een furnace nodig. Ik moet even wat iron omsmelten. 3 om precies te zijn. Als dat gebeurd is, dan ben ik er. En we hebben de laatste iron bijna. Kom erop. Kom. Geef mij die laatste iron. En dan de rest mag ik er hebben. Zo. We hadden ook diamonds. Hadden we het ook van kunnen maken natuurlijk. Maar ja. Best things cheap way. Goedkoop. Iron. Ja. Up. Iron connection. Up. Let's go. Zo, laatste goal. En nog wat lapis lazuli. Dat hebben we nodig voor enchanten. Mijn furnace weg. Zo. Ik wil mijn crafting bench terug. Ja, goed zo. Oh, even door. Dus
onderscheid daaraan? Een krachtenbench? Hallo? Is hij nog daar? Oh. Wait a minute. Ja, een krachtenbench. Kijk eens aan. Nice. Goed, dan gaan we nu terug. En dan gaan we alles terug kijken. Iron, give me that iron. Iron, iron. Van de iron. Iron. Ja, goed zo. En we're back. Als het goed is, stond hier nog ook nog een kist met spul. Hier. Ergens. Ja. Hey, die is leeg. Ah. Serious, hey, wie heeft hier zijn kool hier achtergelaten? Die gaan we meteen eventjes hakken. Want dat kan natuurlijk niet. Ja, spullen achterlaten. Heb alles weghalen. Kom maar hier met kool. Goed zo, kool. Hier komen. Ja, kom maar. Hey, goud. Meteen meenemen. Waren er maar drie? Nee, geef niet. And let's go up the ladder. And let's go up the ladder. Waarom is deze ladder freaking lang? Nee. We zijn er al in ieder geval bijna. Wow, dit geeft een heel dubbel geluid. Lol. Oké. Ja. Meer diamonds. Meer gold. Meer lapis. Meer redstone. Meer coal. Nog meer redstone. Nog meer coal. Nog flint eronder. Nee, iron. Kijk dan. En nog meer van die resources. Ja, goud hebben we nog meer. Oh, nog een furnace. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen wel een smelt ding zetten. Nee, daar hebben we niet genoeg iron voor. In ieder geval alle iron even omsmelten. Oh, hier is nog coal in. Nou, iron. Nog meer furnaces. Coal, iron. Laat het goud ook niet meteen omsmelten. Ik denk dat ik er wat armor van ga maken. Laten we ook een diamond pickaxe maken. Zo, een diamond pickaxe. Want dan kan ik hier beneden ook nog wat. Zien. Ik heb hier als het goed is ergens lava met water. Waar ik hoe heet dat? Hier is lava. Laten we gewoon een waterbucket halen. Dan kunnen we zometeen een enchantment table maken. Ik heb bijna 30 levels. Oké, we hebben niet alle leren zo daar hoor. Maar dan kunnen we alles in ieder geval level 1 of level 2 enchanten. Misschien wel level 3. En dan kunnen we. Net iets beter. Minen en zo. Gewoon alles net iets beter. Ja. We zijn alweer boven. Goed zo. We hebben 3 iron nodig. Voor een bucket. Die buckets. Zo. We hebben water nodig. Mijn handen op. Maar heb ik. YOLO, dat het kan. Zo. Let's go down. Ja, ga maar. Hey. Oh, wacht, die was te lang. Ja, oké. Let's go hier. Oh, shit. Yo man, doe normaal. Sprok van de pleuris. Goed, dit gaat wel eventjes duurlijker nodig. Ik heb 4 nodig. Oké. Oh, kijk eens aan. Dat is nog eens handig. Nou hoop ik niet dat die lava uitkomt zo. Dat hoop ik niet.
Laten we hopen niet. Oh ja, lava. Oh shit. En hij heeft ook mijn blokje. Dat is niet lief. Huh, dat is dan weer minder. Eén blokje helemaal voor niks lopen hakken. Nou, kom op. Geef mij dat blokje obsidiaan. Obsidiaan. Oftewel vulkaanvots. Vulkanisch gots. Zit daar? Nee, daar zit iets. Oké. Meteen maar even checken dan. Want dan hakken we hem tenminste niet voor niks. Dat is, oh shit, er zit lava onder. Nu niet meer. Zo. Is daar lava? Ja, daar zit lava. Daar is het ook lava. En daar is het ook lava. Nou, laten we daar eens wat gaan doen. Zo. Hoppakee, geen last meer van. Nog twee stukjes vulkanisch glas, lava glas. Moeten we hakken. Kom op, kom op. Ja, zo. Zal hier achter ook nog wel zitten dan? Ja. Ik heb er al vier. Oh, mooi. Helemaal mooi. Meer hebben we er niet nodig. Alhoewel, ik kan er wel meer gaan hakken voor een netherport. Hoeveel heb je daar eigenlijk voor nodig? Wat heb je er? 4, 8, 8, 19, 11, 12, 13, 14 voor nodig. Dus dan moet ik 18 obsidian hebben. Oké, laten we het gewoon hakken en laten we daar even een timelapse van maken. Wait a minute. Volgens mij heb je er maar 10 nodig voor het netherport. Ik 3, 6 plus 4 is 10. Ja, dus ik heb er al veel te veel. Laten we terug gaan naar boven. Ja, goed idee. Hoe ben je toch weer slim? Nat. Handig. Heel handig. Nou ja, in ieder geval, we hebben genoeg obsidian. Dat scheelt dan weer. Dat is één bijkomend voordeel. Maar ja. Daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan eigenlijk. Maar boeien. Ach. Nou, laten we dan naar boven gaan, naar boven gaan, naar boven gaan. En ik hoor allemaal kippetjes. Ik ben er kort eigenlijk ook van een automatische kippenfarm. Maar waarom zit deze deur niet dichter? Twee diamanten. Ah shit, je hebt ook een boek nodig. Nou, dat is klote. Nou, laten we in ieder geval een netherport opmaken, hè. In ieder geval die netherportal. We hebben nog een flint. Laten we meteen wat armor maken. We hebben een chestplate nodig. Een helmet craften tegelijkertijd. Boots tegelijkertijd craften. Zo. Wait a minute. Ik heb een boots, ik heb een chestplate. Waar is mijn helm? Jongens. Heb ik het niet goed gedaan? Nee, ik heb iron bars gekraft. Nee, ik ben stom. Ik ben dom. Iron bars gekraft. Lol. Fail. Nou ja, in ieder geval. Waar ben ik zwart? Oh ja, dat komt door mijn shaders mod. Die is een beetje buggy. Nou ja, we hebben iron bars. Gefeliciteerd. Hey, 40 goud. 15 iron. En nog meer iron. Nou ja. Ik heb eentje daarvan nodig. Ik heb flint. Dus dan kunnen we een flint en steel maken. Zo. Nou. Waar gaan we die net echt portalen bouwen? Laten we hem bij het nieuwe huis doen. Dat is wel zo handig, denk ik.
Meester William was hier begonnen met het nieuwe huis. Laten we hem hier bouwen. Op middenin, boeiend. Schijt aan symmetrie. Die daar, die. 1, 2, 1, 2. Cobblestone. En op 2. Zo, dan hebben we nu in een netherportaal. En dan. We need to go deep. Oh yeah. We are in the nether. En ik denk dat het ook een goed moment is om de aflevering af te sluiten. Dus dank jullie allemaal voor het kijken. Abonneer. En tot de volgende keer. Dan zie ik jullie later.